In deze video neem ik je mee welke drie stappen ik genomen heb om een mooi fotojaarboek te maken. Je weet wel, zo'n fotoalbum waarin het jaar de afgelopen 12 maanden nog een keer voorbij komen. De hoogtepunten, maar zeker ook alle vergeten fotootjes die je gemaakt hebt met je mobiele telefoon. Die komen allemaal terug in het album en ik ga je nu laten zien hoe ik dat gedaan heb. Ik ben Tino van Dutch Nomad Koppel en samen met mijn vrouw Angela en dochter Filou reizen continu de wereld rond. We maken veel video's van onze reizen, die kan je terugzien hier op dit YouTube-kanaal. En natuurlijk veel foto's die we posten op ons Instagram-account. Maar daarnaast maken we natuurlijk veel meer foto's van de dagelijkse momenten en leuke kiekjes. En al die foto's bij elkaar maken we één keer per jaar een prachtig fotoboek van. Die fotoboeken maken we altijd bij CW. Waarom? Er zijn drie belangrijke redenen waarom we dat doen. Ten eerste, ze hebben een platliggende binding in hun albums, waardoor je foto mooi vlak ligt. Zeker bij panorama's, echt prachtig. En de kwaliteit van de foto's is super. Het wordt nog belicht op traditioneel fotopapier. Dat ziet er echt fantastisch uit. De tweede reden, en dat is uniek, je kan een reliefafdruk laten maken op de voorkant van je album. En dat geeft net een wat luxere uitstraling. Het kan in goud, in rozegoud, zilver of zelfs transparant. En ik ga je in deze video laten zien hoe je dat kan toevoegen aan je fotoboek. Echt fantastisch. De derde reden, de software van CW. Heel erg eenvoudig in gebruik, maar tegelijkertijd zo uitgebreid dat je het helemaal naar je eigen hand kan maken. Je fotoboek precies zoals jij het wil. Dus je creativiteit kan je volledig de ruimte geven. Dat spreekt me enorm aan. En ze hebben nu een app daarbij en die heet CW My Photos. En dat is helemaal briljant. Daarmee is het compleet. Waarom? Dat ga ik je nu laten zien. Ja, en weet je waarom die app nou zo ideaal is, die CW My Photos app? Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik maak dus heel veel foto's met mijn iPhone. Angela doet dat ook. En dat zijn die leuke kiekjes, die dagelijkse momentjes. En die wil ik ook terug laten komen in het jaarboek. Daarvoor download je de app CW My Photos op je telefoon. Je maakt een account aan en bij dat account krijg je 15 gigabyte opslag gratis. Meer dan voldoende om een foto allemaal mee te maken. Vanuit die app selecteer ik alle foto's van het afgelopen jaar die ik wil gebruiken in mijn jaarboek. Die upload ik uiteindelijk naar een collectie die ik heb aangemaakt in die map en die heet 2021. Dan staan mijn foto's van mijn telefoon in de cloud, in My Photos van CW. Angela doet precies hetzelfde op haar telefoon. Installeert ook die app, selecteert de foto's van het afgelopen jaar, upload de foto's naar diezelfde collectie toe. En we hebben dus al onze foto's van onze telefoons die we mooi vinden en willen gebruiken in het jaarboek samenstaan in CW My Photos. Daarnaast kan je alle foto's die je nog op je computer hebt staan ook in diezelfde cloudopslag zetten van CW. Dat is perfect. Dan heb je dus alles geselecteerd, heb je alle foto's bij elkaar die je wil gaan gebruiken voor je album. En nu komt dan de volgende stap. Na de selectie ga je de foto's importeren en het design kiezen. Daarvoor gaan we even naar de computer. Ik heb wel even mijn bril voor nodig, want anders wordt het erg wazig voor mij. Maar duik je met me mee? Ik open de ontwerpsoftware van CW. Dit is de software waarmee je je hele fotoboek kan gaan designen. Ik klik op fotoboeken. Ik kies in dit geval voor de large liggende boeken. En dan het mooie, hier zie je de foto's, de verschillende boeken met het standaardpapier, met een traditionele binding. Maar ik kies voor de boeken met het fotopapier en dan met de platliggende binding. Premium mat fotopapier. En dan kies ik uiteindelijk voor de slimme assistent. Hier zie je CW My Photos. Daar staan dus de foto's die ik geselecteerd heb op mijn telefoon en de foto's die Angela op haar telefoon heeft geselecteerd. En dit is die map 2021, de collectie waar dus alle foto's naartoe zijn gegaan. Hier zie je daar een deel van. Ik zeg alles selecteren. Nu heb ik de foto's aan de selectie toegevoegd en dan zeg ik stijl selecteren. Daar zijn alle foto's van 2021 al gepositioneerd in het album, maar hij heeft nu gekozen voor de standaard instelling collage wit. Die vind ik niet leuk, het is een jaarboek, dus ik kies hier voor de templates die er zijn, de stijlen die er zijn voor het jaarboek 2021. Daarbij gaat mijn voorkeur uit naar dit jaarboek, ons jaar 2021. Dan doe ik dubbelklikken en dan gaat hij hem ombouwen van het standaard template naar de 2021 template. Zoals ik al zei, het is uniek bij CW om een reliefopdruk op de kaft van je boek te laten aanbrengen. Dat kies je door een stijl te kiezen waar zo'n diamantje bij staat. Je kan hier kiezen voor bijvoorbeeld alle stijlen met een gouden opdruk. Dat zijn deze allemaal.
Maar als je bij alles weergeven gaat, zie je ook bij die stijlen dat diamantje staan. Dus als je een stijl selecteert met zo'n diamantje erbij, weet je in ieder geval zeker dat je daarmee een stijl te pakken hebt waarmee je een reliefopdruk kan maken. Nou, ik heb gekozen voor deze Ons Jaar 2021. Deze is in de reliefopdruk rosé goud. En hier zou ik eventueel nog de kleur kunnen aanpassen naar goud, naar zilver of transparant. Maar ik vind rosé goud prachtig. Dat is de manier hoe je een reliefopdruk op je album kan selecteren. Nu ga ik verder met het bewerken en het helemaal aanpassen van mijn fotoalbum. Ik kan natuurlijk zeggen, ik vind hem zo mooi, maar ik ga per pagina er doorheen om te kijken of ik de fotootjes nog wat wil verschuiven en of ik de indeling wel echt zo mooi vind. Om te beginnen vind ik Ons Jaar, dat tekstblok hier, niet zo grappig, die tekst. Daar maak ik van een bewogen jaar. Ik vind het lettertype niet zo mooi, een beetje te speels. Dus ik ga hier het lettertype selecteren. En in plaats van casual, ik ben wel wat meer van de strakke lettertjes Arial Narrow. Nou, dat vind ik al mooi. Aan de voorkant vind ik een aantal fotootjes nog niet helemaal staan zoals ik zou willen. Die wisselen we even. Nou, dus gewoon de foto aanpakken en op de andere foto laten slepen. En hij verwisselt hem automatisch. Deze zet ik daar neer. Die wisselt hij ook. Nu zie ik hier Filou niet helemaal op zitten. En eigenlijk wil ik hier een volledige foto in de hoogte hebben. Nou, dan wil ik deze weg hebben. Die klik ik aan. Zeg ik verwijderen. Dan is die weg. Klik ik nog een keer verwijderen. Dan is ook de foto houden, dus de placeholder, weg. Dan selecteer ik die foto. Gaat die naar beneden. Ziet de uitlijning. Gaat perfect. En dan nog even iets schuiven. Zo. Nou, dat vind ik veel mooier. Naar de volgende pagina. Hier wil ik eigenlijk ook nog de foto bij dat Angela aan het schaatsen is. Ik ga even terug naar foto en video. Dat kan nog steeds. Dan heb ik natuurlijk het mapje CW My Photos. Maar ik weet dat ik nog een mooie foto heb in Apple Photos. Dus in mijn gewone fotolibrary. Eens even kijken. Hier de foto. Kijk, Angela op het ijs. Die wil ik er wel bij hebben. Die kan mooi hier. Dus zo kan ik nog makkelijk foto's van andere locaties eraan toevoegen. Nou, deze doe ik weg. Die vind ik toch niet zo leuk. Pak ik dat rode balletje, dan sleep ik hem naar beneden toe. Lijnt hij mooi uit. Ja, dat geeft de sfeer weer van die dag. Gooi ik die weg. Dan kan ik deze zelf groter maken. Maar ik kan ook zeggen, ik ga naar indelingen. En dan doe ik één foto per pagina. Die wil ik terug hebben. Die sleep ik dan op de pagina. En dan gaat hij er netjes op. Dan kan ik hem nog even wat kleiner maken. Hopsa. Dat vind ik een mooie pagina. Wat je ook kan doen is cliparts toevoegen. Bijvoorbeeld zo'n vliegtuigje aan onze reis naar Portugal. Doet me denken aan die stickertjes van vroeger. Maar dat gaat dus heel eenvoudig. Nee, wat je ook nog kan doen is dus de achtergrond aanpassen. Dan pak ik die thema reizen. Kijk, hier zitten ze. Nou, dit is wel een leuke. Die gooi ik erachter. En dan heb je een mooi achtergrondje. Daar ben ik niet zo'n fan van. Maar je kan er dus in kiezen wat je zelf zou willen. Je zou er zelfs nog meer kunnen downloaden. Maar ik laat ze gewoon even wit. Wat ik hier wel bij wil doen is een tekstje aan toevoegen. En die tekst die vind ik wel mooi als die hier boven komt staan. Ik tik in een tekstvak. Klik om je tekst toe te voegen. Portugal. Lettertype even aanpassen. Hij past niet helemaal. Trek ik hem wat breder. Zo. En hij mag ook nog wel wat kleiner. Het lettertype is wat fors in dit geval. Type 40. Nou, dan ga ik naar 14 toe. Misschien toch wel mooi om hem hier te doen. Kijk. Ik zie dat ik hier 50 pagina's nu heb en ik mis nog wat. Dus ik voeg er 4 pagina's aan toe. Je ziet dat hieronder gebeuren. Wat ik wel leuk vind is deze met zo'n kusje als laatste foto. Dus ik selecteer het laatste blad. Plop, die erin. Die kan dan weg. Dan wil ik daar gewoon 1 foto hebben. Maar kan ik ook gewoon zelf de juiste uitsnede bepalen. Zo. Zo hebben we het hele fotoboek gemaakt en dan ga je uiteindelijk naar leg in winkelmandje en opslaan. En zo kom je in het winkelmandje terecht. Je ziet het aantal pagina's, hoeveel je er extra aan hebt toegevoegd en dat je een reliefopdruk hebt gebruikt. De geschenkverpakking is echt prachtig, is het meer dan waard. Sowieso heel mooi om hem cadeau te geven, maar ook om hem in te bewaren. Dus die hebben we eraan toegevoegd, dan ga ik naar betalen en binnen een aantal dagen heb ik het album binnen. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Wil je nu gelijk zelf aan de slag met het ontwerpen van jouw fotojaarboek? Klik op deze link. Als je wil zien waarom wij in 2016 het roer omgooiden
de rat race achter ons lieten en kozen voor een reizend leven, bekijk dan deze video. Fijne dag, volg je droom en tot de volgende video.